Vrijdag vindt weer een tienerparty plaats hier in de Leren Lampen. Een hartstikke leuk feest waar alle jongeren uit de regio bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten. De afgelopen tijd hadden we helaas wel wat incidenten met alcohol tijdens deze feesten. Samen met de Leren Lampen, jongerenwerk en de politie hebben we 2 keer in controle gehouden om te kijken of er geen alcohol binnen werd genuttigd. We hebben ook wat acties op ondernomen. Maar we hebben geen grip op wat er buiten de Leren Lampen gebeurt. En weet u wat er gebeurt van het moment dat uw kind weggaat tot aan de ingang van de Leren Lampen? Heeft u bijvoorbeeld zicht op uw eigen drankvoorraad? Weet u waar uw kinderen naartoe gaan? We proberen drankmisbruik in onze gemeente tegen te gaan. En dat kunnen we alleen maar in gezamenlijkheid doen. Ouders, jongerenwerk, politie, gemeente. En ik wil ook oproepen om daar aandacht voor te hebben. Ook weer vrijdag tijdens dit mooie feestje.